Bij Ziyech ging het nog op het nummer 10 in de gedachte dat Ziyech weg zou gaan. Daarom kreeg Tadić hem. Maar afgelopen week werd bekend dus dat er in de kleedkamer van Ajax de lijst hing voor de Champions League met de rugnummers. En Dani de Wit, jonge speler, 20 jaar, wordt nu aanvoerder van Jong Ajax, las ik. Die had nummer 34 gekregen. Dus die ziet dat Nouri. Ja, maar dat doe je niet. Maar hij wilde dat ook niet. Nee, hij wilde natuurlijk niet. Maar als die jongen niet de power had gehad om dat te zeggen. En als dan die tennisser die dan teammanager is, zo heet je ook weer, die tennisser. Herman Pinkster heeft tegen gezegd. Die zei, ik heb er niks mee te maken. De trainer heeft het bepaald. Toen is hij naar de trainer gegaan. Maar Ten Hag had zoiets, we moeten verder. Op een gegeven moment is een nieuw tijdperk, nummer 34. Ja, maar dat ziet hij dan helemaal verkeerd. Maar dat is Ten Hag. Voor Ten Hag bestaat er alleen voetbal en zijn carrière. Ten Hag heeft zichzelf wijsgemaakt van, ik ben een toptrainer, ik moet keihard en geen sentimenten. Maar dat zijn dingen, daar word je op afgerekend binnen zo'n club. Want dat ligt daar heel gevoelig. We hebben Ajax gebeld, ze zeggen het nummer is nog niet vastgelegd. Zeg maar. Het nummer is nog vrij. Maar het is nadat je deze zomer je excuus hebt aangeboden voor de hele situatie met Nouri. Niet erg handig om twee maanden later heel te roepen van, we gaan door met nummer 34. Maar het nummer van Cruijff wordt niet gebruikt. Die Franse verdediger van Utrecht wordt niet gebruikt. Die clubs gaan daar heel verzoenlijk mee om. Ja. Dat hadden ze hier ook moeten doen. Dan dat hadden ze naar buiten uit gebeuren. Een goed verhaal gehad. Ja. Van 34, dat nummer, dat blijft liggen. Maar het opmerkelijke aan alles is, René, is dat hij uiteindelijk is het ook nog overtuigd moest worden door de assistenten, die het niet eens wisten, en door een aantal spelers. Ja. Die tegen hem moesten zeggen, ja, maar Erik, dit kan echt niet, dit moet je niet doen. Nee, dat is toch apart, dat je bizar. Dat niet zelf voelt. Het is bizar. Ja, dat is waanzinnig. Maar ja, die man die leeft in zijn eigen trainerswereldje en wat er om hem heen gebeurt, dan moet ik zeggen, dat had Van Gaal wel, die had wel oog voor dat soort dingen. Ja. Die Hiddink ook. Dikkie ook. Ja. Alle toptrainers hebben dat. Ja, precies. Ja. Maar het komt een beetje over als een gevoelloze man. Als je de video nou leuk vindt, abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. En mocht je hem niet leuk vinden, doe dat gewoon ook dan.